Nu kan je het goed zien. Het gras is wit, behalve onder de boom. De boom geeft een bepaalde warmte af, waardoor het hier allemaal nog niet bevriest. En de appeltjes het gewoon nog redden. Die laatste appeltjes zijn het zoetste. Hier heeft het niet gevroren. Alhoewel. Ja, toch wel. Deze heeft fors schade. Maar hier gaat het goed. De selderij kan niet tegen vorst. Maar het ziet wel goed uit. En de vleestomaten. Ja, dat gaat nog goed, denk ik. Maar deze, dat kun je zien aan de glazige kleur, zeg maar. We gaan het wel merken. Die citroenmelissen, die is aan het woekeren gegaan. Die ga ik stekken. De zon verwarmt de aarde alweer. Wij worden aan drie kanten omgeven door weiland. En aan die kant loopt een asfaltweggetje. Dat kennen jullie, daar zijn we zo vaak overheen gereden. Hierachter is een boerderij. En aan die kant hebben we ons gruisweggetje. Zweden noemen dat kruis. Nou, de volgende kas. Pepers zijn bevroren geweest, de planten. Hier heb ik ze nog niet gesnoeid. Maar de tomaten die hier hangen, kijk nou, er hangen er ook nog een paar grote, daar zie je. Nee, die zijn ook bevroren geweest. Het heeft flink gevroren. Kijk. Zie je? Dus die moet ik aan de kippies geven. Of gelijk verwerken of zo. Dat is een mooie. Op een paar na zijn alle tomaten binnenrood geworden. Dus die heb ik allemaal nog kunnen gebruiken. Ik heb nog een laatste bak staan met rode. Die we gewoon elke dag zo'n beetje eten. Maar je ziet dat de planten aan het sterven zijn. Ja, het heeft goed gevroren. Winter komt eraan. Ergens hieronder, hier, is Geer. Hallo. Hallo. Bezig met het kitten of plakken of teren van de trap. Asfaltpapier. Hij had al een stuk gedaan en dat heeft heel veel geholpen. Dat zien jullie er tussendoor misschien een beetje zitten. Want het betonnen plateau wat hier zit, daar zat de oude trap. Die zie je hieronder nog. We hebben dit zelf gebouwd omdat die betonnen trap begon te brokkelen. En we hem geloof ik al... 13 jaar aan het repareren zijn. Wel langer. En het hokje daaronder, want de kelder, het is een souterrain natuurlijk, daar zit mijn fitnessruimte daar. Daar zit onze fitness. En in dat hokje hieronder, daar is het vochtig. En dat is het eigenlijk sinds dat Geer dit heeft geplakt hier en een heel stuk onder de grond heeft doorgewerkt, is dat eigenlijk aan het verdwijnen. Dus daar zijn we wel blij mee. Bovendien moet dit ook opgeruimd blijven. Straks als de sneeuw er komt, dan wordt het één grote bende eronder.
dan gooien we er alles wat we niet in de sneeuw willen hebben onder. Dus. Maar goed. Op het plan. Op mijn schema. Staat vandaag het weghalen van de plant. Deze kas ontruimen. En nou zie ik overal kleine pepertjes hangen nog. En ik zie nog ook wat verdroogde tomaatjes. En natuurlijk ook nog mooie bloemen. Maar ja, het heeft vannacht ook weer flink gevroren. Er komt een warme week aan. Maar je ziet aan de planten dat het over is. Dus het wordt tijd. Ja, het is wel zonde van die bloemen, maar ik haal gewoon een plastic eraf. Laat de constructie nog wel even zoals die is. Want je ziet dat hij ook zijn blaadjes laat hangen. Ja, ik zie hier een pepertje hangen en ik verderop zie nog een paar kleintjes. Maar ik trek ze er allemaal voorzichtig uit en dan bekijk ik ze. In ieder geval te plukken wat er nog te plukken valt. Hele kleine. Kijk, die hele kleine pepertjes, die zijn toch lekker. Die kun je gewoon drogen. Dan kan ik er één laten vallen. Die moet ook, ik zie hem. Daar is die. Die kun je drogen en dan zijn ze toch lekker. En nog een tomaat. Oh, nou, ik kan geloof ik wel weer een bak halen. Kunnen zien, maar er zitten overal en nergens natuurlijk gewoon ijzerdraadjes die ik heb gebruikt om die planten omhoog te houden. En die hergebruik ik dus. Vandaar dat ik dat allemaal losknoop. Ik wil ook niet dat het in mijn compost terechtkomt. Logisch. Zo.
Wookie. We hadden hem Wookie moeten noemen. Star Wars. Okay. We hebben de buurman aangesproken over palen. We hebben ze heel veel geholpen met huurders in hun huisje. En ze hebben gezegd, nou piep maar als je wat nodig hebt. Dus dat hebben we gedaan. Ik weet niet of jullie me zien trouwens. We hebben de buurman aangesproken over palen die we nodig hebben voor de nieuwe kas. Dus die gaat hij voor ons uitzoeken. We hopen die van de week te krijgen. Als hij niet vergeten is, want hij is ook over de 70, die man. Kijk, daar is mijn bakkie. En dan kunnen we beginnen met het fundament van de nieuwe kas. Deze kant is leeg geplukt. Ik ga de gras nog een beetje weghalen. Dan ga ik eerst deze kant doen. Je ziet, tomaatje zat nog. Alles wat er nog een beetje frissig uitziet, gaat gewoon bij de appeltjes. Dat werkt als een trein. Nou, hier zijn de tomaatjes. Ik heb zelfs nog een hele mooie oranje gevonden. Hij is alleen maar een beetje vies, maar die is helemaal goed. Die heeft zelfs geen vorst gehad. Dus het is goed gegaan in deze kas. Maar je ziet aan de bloemetjes, kijk, zie je. Geef het een dag of twee, of eigenlijk een paar nachten en is het helemaal over. Die heeft verborgen gehangen. Jeetje. Dat is een flinke. Dat is mooi. Die is nog goed. Niet aangevreten, niet bevroren. Kijk eens even. Netjes. Ik zat te denken om één zo'n plant uit te graven en binnen te zetten. Want dat zijn meerjarige planten. Ik heb er twee genomen. Bij elkaar in de emmer. Hier hangen nog pepertjes aan. Ik zie ze zo snel even niet. Oh, hier. En er zitten nog bloemetjes in. En nog beginnende pepertjes. Dus deze gaat naar binnen bij ons. Hier zit er ook nog een blaadje aan. Dus dit vind ik wel leuk. Misschien dat ik deze eraf knip. Laten we even zien. Die gaat binnen op het balkon. En dan krijgt hij wat mest en water. En dan gaan we kijken hoe ver die komt. De laatste tomaten zijn eruit. Nu ben ik het zeil aan het kapot snijden. Dit is in ieder geval niks meer waard. Hier kijk je gewoon dwars doorheen. Dit zijn gewoon gaatjes. Er zit geen plastic meer in. En ik baal er ook van, want dat zit nu allemaal in mijn aarde. Je ziet het liggen. Dus dit was een big no-no. Don't buy dit soort zooi. Er was ook nauwelijks meer sprake van warmte in die kas. Het verschil van warmte. Het hield de wind een beetje tegen. We hebben wat bomen gerooid daar. Niet helemaal, want we hebben ze geknot in feite. Een grote S en een lijsterbes. Sorry voor de wind. Daar zie je ze, die twee stompen, zeg maar. Die mogen gewoon blijven doorgroeien, maar niet onze ochtendzon weghalen. Want dat doen ze. Het is 12 uur, de zon staat daar. Normaal staat hij daar. Maar zo gaat dat, hè Bink? In de winter. Het is redelijk weer. En we krijgen zelfs na het weekend een nacht van 10 graden. Nou, dat is ongekend hier. Maar ik ga eerst even dit doen. Dan gaan we wel zien hoe het gaat met het weer. Hè, Geer? Dan gaan we wel zien hoe het gaat met het weer. Ik heb nog aardig wat tomaatjes kunnen plukken. Wat verdroogde, die heb ik aan de kippies gegeven. En wat groene nog. Niet veel meer. Over een half uurtje ga ik weg. Ga ik mijn vriendinnetje ophalen. Gaan we zwemmen.
Bij mijn andere vriendinnetje zou ik koffie gaan drinken, maar dat gaat niet door. Die hebben andere dingen te doen. Hé, dat was een appel. Een hele. Dat is zonde. De laatste komen hieruit vallen. Hier zitten ze nog hangen. Knalrood zijn ze inmiddels. Daar. Oh, daar is er eentje tussen gevallen. Kijk dan. Oké. Die moeten allemaal nog even mee. Even een bakje halen. Oh, hier, daar hangen er nog meer. Oh, daar hangen nog wel een stuk of 10, denk ik. Maar goed. Er moet even geklust worden, kijk eens. Als je zoiets moois op de grond vindt. Bij de Lidl hier heb je 5 van die appeltjes, of 6, dan heb je een kilo. Betaal je €3,95. Dus €4 voor 5 appeltjes. Dus dat is ongeveer 75 cent per stuk. Nou, dat is eigenlijk van de gekken. Hè? Van de gekken, ja. Hier heb ik de mest liggen. Die we op de aardappelbak gaan gooien. Nou. Poei, poei. Kijk, dit heb ik nog geplukt uit de kas. Moet hier ook iedere dag in kijken. We eten ervan. Maar ze worden natuurlijk heel snel slecht. Dus je gaat een doek overheen. Dit zijn beursappeltjes. Daar gaan we een taart van maken. Dit zijn goeie. En ik denk dat ik wel weet wat ik met die andere ga doen. Dit is een oude jute rijstzak. Met een mooie stoffen binnenkant. En het ademt. Ik kan er doorheen kijken. Dat zal ik jullie laten zien. Hier hangt al een zak appels. Daar heb ik 2 zakken met de allerkleinste krieltjes. En hieronder zijn de aardappels die we bewaren. En die zijn allemaal hartstikke mooi. Ik bekijk ze iedere week. Kijk of er rotten tussen zitten. In dit stadium rotten ze eigenlijk niet meer. Ze zijn gecured, zoals dat heet. De schillen zijn harder geworden. Dus ik ga even appeltjes rapen. Dus even hier de beste in doen eerst. Moet wel helemaal opgeschonden zijn. Anders dan gaat het mis. Appels kun je, als je ze donker bewaart, best wel lang bewaren. Geen plekjes hebben. Twee tandjes. Dit is waarschijnlijk een muisje geweest. Die dacht, dat is een beetje te hard. En dan heeft ze de tandjes teruggetrokken. Ik probeer iedere week een kilometer of 2 te zwemmen. Ik ben een oude wedstrijdzwemmer. Ik heb ongeveer 20 jaar zwemles gegeven, vrijwillig. Voor het wedstrijdzwemmen had ik een abonnement bij het Promenadehotel. Volgens mij was dat in Den Haag. Die hebben een klein zwembad. En daar trainde ik dan in mijn eentje. Zo, nou. En het is gewoon lekker om op die manier conditie te trainen. Samen met wandelen is dat een perfecte combi. En fietsen. Zo. Zak appels. Die gaan we ook ophangen. En ik hang het op om te voorkomen dat er muizen bij kunnen, want het ruikt natuurlijk lekker zoet. Ik weet alleen niet of de geur van appels de rest van de groente hier beïnvloedt. Dat kan. Dat ze doorrijpen, zeg maar, en dan te rijp worden. Want hier liggen natuurlijk pompoenen. Ik heb hier een fles pompoen. Kolen en de rest van de pompoenen. We hebben er al een aantal gebruikt voor in soepen en dergelijke. 2 zakken appels. Right. Aardappeltjes kan ik laten zien even als jullie dat willen zien. Hier zie je ze. De aardappeltjes zijn ze te zien. Dat zijn de krieltjes. Die zakken. Daar heeft basmati rijst in gezeten. Kijk maar. Waar zijn jullie hier? Basmati rijst. Ik dacht 10 kilo of zo. Nee, 5 kilo. Hier, 5 kilo. Nou, deze appels kunnen terug in deze doos.
Dan hebben we heel wat appelcake om te bakken. Maar dat geeft niet. We krijgen visite zaterdag. Dus dan hebben we lekker appelcakejes. Zo. Dit zijn de... Nou ja, met die paar die nog aan de bomen hangen. Voor in gisteren verjaardagsboom hangen er ook nog. Dat zijn de allerlaatste. Laatste komkommer. Ik haal elke keer wat sla naar binnen. Met wortel en al. Dat zet ik in het water. Zodat ik kan plukken wanneer ik wil. En hier is de laatste bak met groene tomaten. Die moet in het zonnetje staan. Nou, ik ga zwemmen. En we zien elkaar wel weer in de loop van de dag of morgen. Je hebt een cameraatje opgehangen. Ja. Waarom een camera? Er was iemand die waarschuwde ons. Die mailde mij over het feit dat zij wonen in Zweden. Dat er veel inbraak is en dat het georganiseerde bendes zijn die rondrijden en die sloten van schuren openbreken. Ja, weet je, daar kun je eigenlijk gewoon niet tegen wapenen. Of je moet een bunker hebben met een flink slot of wat dan ook. En de bedoeling is natuurlijk dat Geerse Kwad achter slot en grendel komt te staan. En we zijn ook gewoon thuis. Dus, maar ja, het gebeurt altijd een keer dat we natuurlijk een boodschapje doen. En... de gaatje. Hij wil dat je hakblok groeit. Het is in ieder geval aardig van hem. Pis niet. Maar ja. Camera's, ja. Dus deze camera hangt te veel naar voren. Dus die gaan we denk ik naar dit plekje verplaatsen. Als het snoer het haalt. Want ja, je moet... snoer die heb ik... kijk, hij zit nu hier op oh, deze ik bit. Zie het, ja. Ja, dan komt hier, verder daarin. Ja, zonder pneutje. Ik moet even kijken waar we dat doen. Ik denk, hij moet natuurlijk naar buiten kan komen. Ja, op dak. Gewoon op het dak zelf. Want het steekt over. Je hebt gaten. Dus dat kan denk ik wel. Heb ik gaten? Gaten zat. Nou ja, jij hebt gelukkig ook gaten. Wat ik al zei, als ik een van die bolle ogen. Hij kijkt nou, we worden bespied. Rabbit. Nou, we hebben 4 camera's. En een wildcamera, dus 5 camera's. Dus dat is wel aardig. Ja, je bent altijd natuurlijk wel een soort van bang dat er gejat wordt. We hebben heel vaak spullen in de tuin liggen. En de 13 jaar dat we hier wonen, de 21 jaar dat we hier dit huis hebben... hebben we het eigenlijk 1 keer ooit meegemaakt met seizoensarbeiders. Die niet uit Zweden kwamen, maar die dachten... nou, laten we eens even wat meer doen. Dan alleen maar seizoensarbeid. Hij mag wel wat meer naar beneden. Want hij filmt vooral het dak. Ik weet dat je met je knie op dat ding leunt, maar het ziet er heel erg tuttig uit zo. Joehoe! En weet je, het is als mensen hier naartoe lopen en ze slaan die camera eraf, dan heb ik toch de beelden nog van daarvoor. Dus dat ze aankomen. En we hebben andere camera's die ook nog kijken naar plekken. We hebben hier een hellinkje gemaakt. En deze aardappelbak staat vol met muurt. En nog wat andere kruidetjes en zo, die laten we lekker staan, die sterven af. Ik gooi hier continu de as overheen uit de 2 haarden. En we gaan dadelijk alle bladeren die we bij elkaar harken er ook op gooien. Dan gaat er mest overheen en dan gaat er aarde overheen die we daar hebben liggen. Daar. En dan hebben we deze bak beschermd. We willen er nog een keer aardappels op hebben. Vandaar dat het belangrijk is om nu al te voeden. We hebben een soort palmboom gemaakt. Hij ziet er echt zielig uit. Maar dat komt allemaal goed. Hij groeit gewoon weer. Geer is altijd zo goed in het neerzetten van trappen op ongelijk terrein. Dus daar ben ik zo. Nee, dat weet ik. Ga ik in mijn bed. Ja. Ga ik in mijn bed. Doe maar niet, daar ben ik goed in. Allemaal gips en zo, weet je. Oeh. Zo, allemaal in gips. Nou, oké. Okay. Thank you.
de bladeren van de rabarber, die ik niet heb geplukt omdat ik te laat was, die gaan er ook overheen. Dus die gaan de aarde bedekken. Lach me niet uit, Krenk. Je bril op. Nee hoor, ik hoef geen bril. Nou, Oké. Volgende klus. Wat was je nou mee bezig? Ik was bezig met die grote bladeren van de rabarber. Die leg ik hier gewoon neer. Die mogen hier gewoon verrotten. En dan de steeltje leg ik erachter. We gooien hier steeds as op. Ik heb nu mest erop gegooid. Ik heb de wat grotere onkruidplantjes heb ik losgetrokken en omgegooid. Er staan 4 begonia's. Die moeten er eigenlijk uit. Die zijn nog niet dood. Moet je dat soort geluiden maken? Begonia's? Hoe? Begonia's. God, dat lijkt wel of je kotst, man. Oké. Maar die gaan natuurlijk dood als ze hier blijven staan. Dus ik weet niet wat ik daarmee doe. Ik ben niet zo gek op begonia's. Dus ik laat ze denk ik maar gewoon dood gaan. Ja, maar who cares. Oké. Toch groentebak, toch? Groentebak. Groentebak. Geen begonia's, maar een groentebak. Genees. In plaats van begonia's krijgen we een groentebak. Zullen we even naar de stapel bladeren lopen om te kijken hoeveel we hebben? Ja, ik heb hier wel een kruiwagen vol. Tenminste, bijna vol. Oké. Nou, die kunnen er gewoon nu al op. Oh, die bladertjes. Kan yes. Ja, dat kan erop. Zal ik hier alvast leggen? Dan kan ik de volgende... En je, aan de andere kant kun je het makkelijker benaderen. Die potjes met appels maken. Ik moet wel altijd uitbakken. Heb ik geschreven? Nee hoor, je gewoon nieuw kennen. Ja, kan ook. Ja, onze vriend is dan ook lekker bezig met kennen. Ja, waar is je bal dan? Ik zie je bal niet meer. Onze grote vriend. We moeten nog even die laatste rand eruit halen. Dan kunnen we hier een beetje proberen om dat te nivelleren. Hé, hey, sneeuwschep. Is op dit moment een bladerschep. Tok. Dat gaat niet helemaal. Moet ik het tegenhouden? Stop er een blik. Juist. Hele ladingen gras. Ik denk dat je gewoon beter met je armen kan pakken en het erop kan gooien. Jan met bananen pakken. Ja. Druk te maken. Indy ligt weer te dutten. En dan wil die kleine met ons spelen. Logischerwijs. Hey, druk te maken. Is lekker fanatiek. Zo houden we de aarde goed op temperatuur. Uiteraard komt op een gegeven moment toch de vorst in de grond. Het is best wel opvallend dat Indy veel slaapt op dit moment. We hebben hem ook een beetje getest of hij pijn heeft. Of, hij eet eigenlijk heel goed. Beter dan dat hij heeft gedaan. Maar hij heeft gewoon behoefte aan rust. Maar goed, we houden het wel in de gaten uiteraard. Want we willen wel heel graag dat hij gezond blijft. Kijk eens even. Dat is wel waar, wat beestjes waren. Ja, ik zie wel beestjes lopen. Nou,
gaan we scheppen. Nou, dan denk ik maar dat ik een hark ga halen. Ja, ik zal tegen het kippen. Dit ziet er goed uit. Mooi. We gaan de zakken in de kast leggen, zodat ze niet onder de sneeuw komen. En deze aarde, ja, die moeten we dan maar gewoon bedekt houden. Hoppa. Een blauwe zeil is trouwens ook best een heel goed zeil. Right. Zonde van het gras, maar ja. Maar voor een test haalt het weer, hoor. Ja. Moet je het gras maar ook hier laten maaien. Ja, komt goed. Oh, een lekker zonnetje. Kijk, hoogtepunt van de dag. En daar staat hij. Ja, die schep even mee. Ja, is goed, jongen. Dat hoor ik nou. Oh, de paaltjes worden neergezet. Fuck. Er komen de winterpaaltjes. Ja, het gaat gebeuren. Nee, jongens, kom even niet. Nee, we willen ze niet. Wat jullie horen, dat is het neerzetten van de paaltjes. Sneeuwpaaltjes. Nou, dan gaan we, zullen we nog even die rand eruit halen? Dat is met een schep zo opgewipt, die houten rand. Want alles wat ik eruit moest halen, heb ik eruit gehaald. Yes. Kijk. Poink. Nou, die gaat ook al, die valt toch al uit elkaar zo. En dan is het een kwestie van nivelleren.